Welkom vandaag bij de opening van Optimist on Tour in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Vandaag zijn Marit Bouwmeester, Pieter-Jan Posma en Jess er om samen met de kinderen er een feestelijke dag van te maken. Als jij een zwemvest aan hebt, dan mag je met mij meekomen, want dan gaan we starten met de theorie. Heb je er zin in of niet? Ja! Ja! Zit jullie rits helemaal van beneden tot aan boven vast, jongens? Oké. En dit? Bas! Zo, we moeten hier even wachten tot de rest een beetje op de steiger is. Je doet zo en dan stek je je vinger omhoog en dan voel je het zo, de wind zo tegen je vinger aankomen. Zo bijna tegen ons hoofd en toen gingen we bijna keeperen. Nou ja, ik bos heel vaak, maar voor de rest is het gewoon leuk, hè? Ja, superleuk. Echt tof. Ik vind het gewoon superleuk om te zijn. Ja. Het ging goed. Vond je dat moeilijk? Sturen. We vinden het fantastisch dat Silwaard dit jaar mee mag doen met de Optimist on Tour. Dankzij Deltaloid en Fonds Gehandicaptensport kan iedereen meedoen op het water, onbeperkt genieten, ook mensen met een beperking en weer kapitein worden van hun eigen leven. Makkie. Zometeen worden er 3 bootjes gedoopt en de kinderen laten ze ter water. 3, 2, 1! Wat was het hier vandaag weer een leuke dag in Amsterdam. Kinderen hebben met veel plezier gezeild op het water, gekanoot en gespeeld in de bal. Ook hebben ze op het VOC-schip hier proefjes gedaan in het waterlab. Wil je nou doorgaan met zeilen? Ga dan naar www.optimistontour.nl en bestel het otterboek.